Welkom in Zomers Amsterdam, waar meer dan 80 mannen de Sloterplas induiken voor de start van het NK Olympische afstand. De Eredivisie is vandaag toe aan de tweede wedstrijddag en Canyon Fusion voert het klassement aan. De eerste dolfijnen die dan naar de wisselzone gaan zijn Marco Akershoek en Donald Hillebrecht. En ook Jeffrey Reinders staat goed voorin. Canyon Fusion in de breedte een goed zwemonderdeel afgeleverd. Ook Bas de Waal in de kopgroep. En die kopgroep vormt zich dan bij het begin van het fietsen. 8 mannen hier bij elkaar. Erik Scheuder hier van Tri-Team Groningen. En dan krijgen we 10 achtervolgers. Daarbij deed Tri-Team Rotterdam het leeuwendeel van het werk. Zij hebben de slag gemist, hebben niemand in de kopgroep. De kopgroep werkt niet heel erg goed samen en de samensmelting met de achtervolgers is dan al bijna een feit. Hier een achtervolgend groepje met Rick Linsen van Hellas Utrecht en ook Erik Wolsing van VZC zit daarbij. En de kopgroep van 18 weer in beeld. Inze Kulstra en Edo van der Meer zijn dan ontsnapt, maar ze krijgen niemand mee. Tri-Team Rotterdam laat ze niet begaan. En na één rondje dan houden de mannen het weer voor gezien. En laten zij zich terugzakken naar het peloton. 18 man dus weer samen. Strak tempo rijden dan en op naar de tweede wissel en het lopen. De grote blokken allemaal vertegenwoordigd met ook titelfavoriet Menno Koolhaas van Squadra steeds attent voorin. En daar is precies waar hij wil zijn, als koploper beginnend aan het 10 kilometer lopen. Glenn Wesseling is de eerste achtervolger. Wisselen ook met het peloton, een paar sterke lopers daarin, die nog op kunnen gaan schuiven straks. Koolhaas leidt en bouwt zijn voorsprong uit. 5 man in achtervolging hier. Breidenbach, Akershoek, de verrassende Heestermans, Hillebrecht en Dirken. Breidenbach vertrekt dan en ook Dirken lost de anderen. De Belgen van Tri-Team Rotterdam lopen voor plek 2 en 3. Maar de zege gaat naar Koolhaas, zijn eerste NK-titel bij de senioren en ook de beste onder 23 jaar vandaag. Breidenbach is dan tweede. Voor Dirken. En de werkelijk dolblije Frank Heestermans pakt NK-zilver. En viert dat. Teamgenoot Donald Hillebrecht completeert het NK-podium. De dagzege in de Eredivisie gaat vandaag naar Rotterdam voor het Tri-Team. Canyon Fusion pakt plek 2, nipt voor Squadra, dat opnieuw derde wordt vandaag, net als in de openingswedstrijd. Wij zijn op 16 juli terug met ronde 3 van de Eredivisie Triathlon in Rotterdam. Tot dan!